Have you set your landing net up? Could be a 30. This is a good start within a few seconds. The moment of truth. 24 maybe. Oh no, it's even less. 22 and a little. It's a nice looking fish, isn't it? Beautiful. And caught within, well, how much? 5 minutes? Yeah. Since we're here. Brilliant. It's a brilliant start. Start of things to come, maybe. Well, Steve, I hope you have success just as quickly as I did. So do I. It'll be very nice. Het materiaal zal het niet liggen. Nu maar afwachten, Steve. Slowly. How does it feel? It feels like a nice fish. Yeah? I'm playing it carefully. I don't want to lose my first French fish. I'm going to come in. Tell me, how much is it? 13 pounds, 10 ounces. Ah, good fish. English pounds. Well, that's a good start, Steve. Both of us have a fish within 5 minutes fishing. Can't be bad. Yeah. Let's hope it gets better. Put him back. Watery home. Good fish. Feels good. It's hard to say if it's big in these waters. They all seem to be big. What's wrong with my net?
Ze zijn best mooi getekend hier. En ze zijn verschrikkelijk sterk. Oh, wat wil ik hier graag een 40 gaan vangen. Die moet wel zo waanzinnig sterk zijn. 70, Troy. Your next pond is probably a 40. Dinsdagavond, 6:30. Leuke vis. Net geen 20 pond. 19,5 is hij. Gaat niet echt slecht. Dit moet ongeveer mijn 10e of 11e vis denk ik zijn. Oh. I put it back now, Steve, because it's drying out very quickly in the sun. Okay. Vier runs gehad vannacht, waarvan één verspeeld. Drie knolletjes gevangen. Het valt niet mee om je door die kleine vissen heen te vangen. Zelfs met dubbele 20 mm boilies is het moeilijk. Toch heb ik 10 minuten geleden weer een 22 ponder gevangen. Die laat ik straks even zien als Steve wakker is. Steve heeft nog weinig geluk gehad. Hij heeft een stuk of 5 knollen volgens mij. It's a lovely fish, isn't it, Steve? Hey, beautiful. Is het mooi of niet? Ja. Dat wel. Zullen we even wegen? En, wat weegt hij? 20. 20? 20. Hij lijkt wel groter. Ja. Stil daar, jongen. Ja, 20. Oké, 20 pond. Mooie vis. Wat dat maar fout gaat. Hey,